De vlaggen vallen meteen op als je naar Parkspoor Noord komt. 120 zijn het er, op palen van bijna 6 meter hoog. In het midden vormen de rode vlaggen een kruis. Het kunstwerk heet dan ook niet toevallig In Memoriam. Het is gemaakt door een Britse kunstenaar. For me, this artwork is a temporary memorial for people that we've lost during the pandemic. And it's a memorial also to sort of witness and thank and remember all the healthcare workers as well who've been risking their lives these past few months dealing with the pandemic as well. Zelf besliste hij om niet naar Antwerpen te komen door de vele nieuwe besmettingen hier. Dat was ook de reden waarom de zomer van Antwerpen voortijdig alle voorstellingen moest stopzetten. De kunstenaar hoopt dat zijn werk voor iedereen iets te bieden heeft. I think the artwork will reflect what people bring to it. So if you're a four-year-old child and you're going there with a picnic, you know, you're going to enjoy it. You're going to enjoy running between the flags. Whereas if you've been working in a hospital, you might go there and you'll remember the colleagues and people that you've lost as a consequence. I try to make artwork that is for everybody. Het kunstwerk is nog te zien tot 16 augustus. Daarna verhuist het naar Engeland.